De kunstenaar Robert Enfield heeft heden morgen aan minister Amar Ramadien van Volksgezondheid een schilderij overhandigd. Het gaat allemaal over COVID-19. We voeren nu naar het volgende verslag van kunstenaar Robert Enfield, die heden morgen een schilderij heeft overhandigd aan minister Amar Ramadien van Volksgezondheid. En ik heb als titel The Terrible and Disastrous COVID-19. Ja, terrible, vreselijk en rampzalig. Het heeft mij ook geëffect. Ik mag toegeven, maar je kan geen schilderij verkopen. Ja, en maar je moet doorgaan als kunstenaar. Ja. Ik heb mensen daar uitgebeeld met mondkap. Eentje houdt zijn gezicht vast. Wil zeggen dat ja, de familieleden die heen zijn gegaan. Ja, en COVID heeft heel veel gedaan. Ik heb COVID-symbolen van COVID daar. Dat zal een litteken zijn in het leven. Voor eeuwen, voor de mens. En ik heb 200 daar geschilderd waar cry for help. Dat wil zeggen, mensen die heen zijn gegaan, zijn gehuild. Maar ze redden het niet meer. Maar de 200 naar hulp zoeken. Yeah. Ik heb gaas ook als materiaal daar gebruikt. Gaas betekent dat wij trap zitten. Maar dat wil niet zeggen dat we voor eeuwig trap zitten, vastzitten. Het heeft te maken met lockdown. Gaas stelt voor lockdown. Maar we moeten ermee leven. Het is iets anders. Ik heb mondkapjes gebruikt. En dat zal een symbool zijn voor eeuwig. Ermee dealen. Dat is er. We moeten wennen. Ik heb een klok daar geschilderd. Dat stelt de wereld voor. Hij heeft de wereld ondersteboven. We getrommeld, gegooid, alles. Waar alles in de war is geraakt. Ik heb blauw gebruikt, maar dat wil niet zeggen COVID is einde. Brengt een beetje vreugde weer. Een beetje vreugde en groen, waar het leven toch nog verder gaat. Life goes on. We moeten niet ontevreden zijn. Ik heb kurken gebruikt, dat stelt figuurtjes voor. Maar ik hoef geen realistische figuren uit te beelden op mijn canvas. Ja, aan de hand van mijn uitleg. Dit is een beeldtaal. Men hoeft niet altijd voorlichtingen te geven, waarschuwen en zo. Maar een schilderij zal het zelf zeggen. Maar ieder die komt en kijkt, krijgt het gevoel van, nou, we zitten in zo'n situatie en wat doen we ermee? Ja, je bent elk individu is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, actie. En zo heeft COVID mij zo leren leven. Ja, we moeten niet negeren dat het niet bestaat. Je komt toch, ik moet toch naar Guyana gaan, maar daar heb je ook COVID. Je komt COVID tegen overal. In je land, buiten. En ik doe mee met online activiteiten, biennale. Maar soms vragen ze ook van, wat hoe effect COVID jou, ja, je carrière, en ik leg ze uit en ik heb dit als beeld voor de minister van Volksgezondheid. Inzet, het voornemen en het gevoel dat u hebt opgebracht om COVID-19 zoals u dat als artiest hebt ervaren, als persoon, ook als artiest, om dat op een zo'n wijze te uiten. Dus ik kijk ernaar en ik krijg natuurlijk emoties en je krijgt natuurlijk ook het gevoel van mensen zijn bezig en denken ook na over
wat COVID allemaal heeft betekend, maar wat het nog te betekenen heeft en wat de vooruitzichten zijn. En ik ben zeer, u zeer erkentelijk voor dit belangrijk, maar laat zeggen het meest prachtige wat ik denk in de COVID-19 periode heb mogen ervaren nu, na 2 jaar COVID-19. En dat dit voor het ministerie van Volksgezondheid het grootste cadeau is, denk ik, sinds COVID-19. Dus ik wil u daarvoor zeker bedanken en een applaus geven. En ik wil u zeker, ik ben u zeer erkentelijk, omdat dit zoveel uitbeeldt. Iets dat mij pakt is die klok. Waar ik zou u net vragen waarom u die klok omgekeerd gezet. Ja. Maar u hebt dat zo mooi gezegd dat de COVID-19 de klok de wereld uitbeeldt en de wereld staat op zijn kop. Is eigenlijk ondersteboven. En dat vind ik het eigenlijk een van de meest pakkende dingen. Maar ook gaas. Kijk, gaas heeft in, u zegt het als een trap. Maar als ik mijn mening mag geven, gaas heeft in de medische wereld ook steun te betekenen. Gaas geeft vaak steun, maar ook is het ondersteunend naar de mens toe. Een wond wordt met gazen bedekt. Een gips wordt gipsverband is ook gaasverband, wordt ook steun gegeven. Dus gaas wordt ook gebruikt bij wond schoonmaak. Dus gaas, als dit gaas ook moet representeren, gaas is inderdaad, je kan iemand dichtmaken in gaas, ja. Maar je kan ook iemand gaas gebruiken om iemand weer beter te maken. Dus gaas is inderdaad een belangrijke zaak. Je ziet alles wat eigenlijk een beetje de afgelopen periode bekend is geweest, ook het COVID-19 virus zoals die in een elektronenmicroscoop is aangetoond, hoe die eruit ziet. Yes. Ook dat heb je zo prachtig uitgebeeld en driedimensionaal. Maar ook die handen die roepen, ook die samenleving, maar ook de overheid, ook Volksgezondheid roept steeds van mensen, let op je zaak, probeer verantwoord te leven. We gaan samen alleen hier doorheen komen. Dus ook wij roepen als ministerie van Volksgezondheid steeds voor hulp, voor ondersteuning, voor begrip, voor de maatregelen, voor het plan, voor bescherming. Wij roepen ook hulp, wij roepen ook naar hulp. We roepen ook naar hulp in de wereld. We hebben de wereld gevraagd voor ondersteuning, vaccins, materiaal. Dus we roepen ook, en cry for help is geen cry letterlijk, maar het is een noodkreet. Welke we uiten van, ondersteun ons, want we hebben ook een financiële crisis. We hebben ook een COVID-19 crisis. En we hebben fragiele gezondheidsinfrastructuur. Dus het zal hierbij niet eindigen. COVID-19 met golf op golf die komt, zal de schade steeds groter worden. Maar we zullen blijven roepen voor hulp. En we zullen blijven roepen hulp intern en extern. Ik vind het al bij al een zeer nobel initiatief van u. Een zeer prijzenswaardig initiatief. En ik mag u garanderen, ik krijg heel veel mensen hier op bezoek, okay, in de zorg. En dit zal voor mij een hele belangrijke plek krijgen op het ministerie, dus op mijn kantoor. Ik zal even kijken waar ik het nu ga zetten, zo meteen. We kunnen samen even kijken waar we het gaan zetten. Ja. Maar het moet wel zodanig geplaatst worden dat het de aandacht trekt van ieder die hier komt. Ja. En we gaan hier ook aandacht aan geven voor de samenleving. Maar ik wil zeggen, het is heel prachtig, meneer Enfield. En wij zullen zeker, en wij ervaren dit zeker als een hele positieve ontwikkeling. En we bedanken u voor uw inzet. Graag gedaan. Ja. Dus u gaat me zo meteen helpen om ook te zoeken naar de juiste plek hier. Maar dit is mooi. Ik vind het heel mooi. Het is een uniek stuk. Het is niet iets dat je alledaags tegenkomt. En zeker niet. Maar het is een masterpiece. Voor mij als minister van Volksgezondheid, met al mijn ervaringen, belevingen die ik de afgelopen periode heb gehad met COVID, is het voor mij een masterpiece. Er worden regelmatig COVID-19 samples verzameld om voor genetic sequencing op te sturen.
waar onderzoek verricht wordt naar welke varianten hier in Suriname circuleren. De resultaten van de laatste batch met samples die zijn gestuurd voor analyse zijn inmiddels binnen. Wat al werd gesuggereerd met de explosieve toename van het aantal besmettingen de afgelopen week is nu met deze resultaten bevestigd. De Omicron-variant is aanwezig in Suriname. In Suriname kunnen we tot heden alleen vaststellen dat iemand wel of geen COVID-19 heeft. Om na te gaan om welke variant van het coronavirus het specifiek gaat, is er speciaal onderzoek nodig. Het Nederlandse laboratorium van de Erasmus Universiteit in Rotterdam helpt daarmee en doet dit kosteloos voor Suriname. Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt nogmaals de winst en noodzaak van het vaccineren tegen COVID-19. Met de aanwezigheid van de Omicron-variant in Suriname is het nu ten zeerste aangeraden om zich te vaccineren en te houden aan alle preventieve maatregelen om ernstige ziekte te voorkomen en de verspreiding tegen te gaan.